Ik neem heel veel foto's. Ik neem 120.000 foto's op mijn telefoon. Ja, grootstedelijke architectuur, bepaalde zaken die op mijn pad komen. Het is vooral eigenlijk echt kijken naar bepaalde vormen, archetypische vormen, die ook wel ook in ons collectief geheugen zitten. Trappen, overkappingen, bepaalde elementen, hoe dat eigenlijk ook een trap in een ruimte plaatsvindt, hoe dat die soms eigenlijk in een ruimte eigenlijk wordt geïntegreerd. Dat zijn uiteindelijk allemaal elementen die toch wel ergens mijn inspiratie zijn en die ook naar buiten komen doorheen te tekenen, door te ontwerpen. Dus ik teken heel veel variaties op ontwerpen. Soms komen die terug na een paar maanden tekenen. Soms kan dat heel snel gaan, soms kan dat iets langer duren. Maar het is wel zo dat eigenlijk het archetypische, een architectuur die van alle tijden is, dus uiteindelijk een architectuur die teruggaat in de tijd, maar die tegelijkertijd ook in de toekomst kan liggen, is eigenlijk iets dat mij sowieso interesseert. Het werk achter mij, deambulatorium. Deambulatorium is eigenlijk een wandelgang, wat je vaak eigenlijk tegenkomt in kerken, waar de pelgrims eigenlijk rond het altaar konden wandelen. Dus dat principe heb ik eigenlijk voor dit werk gebruikt. Dus je ziet mij Romaanse bogen eigenlijk. Het is een modulair werk. Daar zitten wel geen trappen in. Maar het is eigenlijk eerder een soort mentale weg die kan visueel afgelegd worden. Dus je ziet met een soort wandelgangen die eigenlijk ook wel doen denken aan kloostergangen. Het is ook een vierkante structuur. Dus het is ook iets dat eigenlijk blijft circuleren op verschillende niveaus. De module die van groot naar klein gaat, is ook niet onbelangrijk. Hè. Je zit met de 3, 5, 7. Dus priemgetallen die uiteindelijk ook telkens terugkomen. In eerste instantie denk ik dat de monumentaliteit van het werk, zeker ook de materialiteit, dus je voelt ergens een bepaalde zwaarte. Je krijgt als toeschouwer een perspectief voorgeschoteld, waardoor dat je uiteindelijk op de een of andere manier ergens wel klein kan voelen. Maar ik denk dat het uiteindelijk, en dat geldt niet alleen voor dit sculptuur, maar ook eigenlijk voor al mijn andere werken, ik probeer eigenlijk een beetje te spelen met de grens tussen aantrekking en afstoting. Dus op de een of andere manier is het een architectuur die aanleunt aan de geschiedenis, aan referenties. Soms referenties waar we ook liever niet aan denken. Maar tegelijkertijd nodigt het echt ook wel uit tot reflectie. Het feit dat het een soort wandelgangen zijn, eigenlijk de toeschouwer uit te nodigen om mee op stap te gaan, om eigenlijk ook al wandelend het werk te gaan ervaren. Vooral eigenlijk om een bepaalde sacraliteit te gaan ervaren, wat je net zoals dat je als je een klooster bezoekt, waar dat ook eigenlijk de stilte en de leegte toch ook wel kan inspelen op het gemoed van het moment wanneer dat je het beleeft. Dus dit probeer ik eigenlijk met dit werk eigenlijk op een weliswaar kleinere schaal ook te creëren. De kleine ruimte heb ik vooral eigenlijk opgevat als een soort ruimte op zich, als een sculpturale integratie. Dus de tafel die gecreëerd geweest is eigenlijk als een soort altaar. Het is ook ergens een beetje een visuele weg die wordt afgelegd als toeschouwer. Dus je krijgt eigenlijk verschillende sculpturale elementen naast elkaar, waarvan dat er eentje in hout is. Een reliquarium heb ik het genoemd. Een soort leeg reliekschrijn, waar je eigenlijk eventueel een object zou kunnen opleggen. Dus er wordt eigenlijk een soort ruimte gecreëerd, het sacraliseren van een plek die binnen de tentoonstellingscontext leeg is, maar dat eigenlijk ook wel ergens op de een of andere manier mag opgevuld worden. De ruimte op zich is een kleine ruimte, en het weglaten van het licht is in deze context binnen de tentoonstelling Clair-obscur niet onbelangrijk. Dus het licht komt vanuit één hoek, waardoor dat eigenlijk het schaduwspel ook op een natuurlijke manier inspeelt op de sculpturen. Ik heb het gevoel dat ik eigenlijk nog altijd mijn sculptuur benader vanuit een schilder. Maar het is wel zo dat eigenlijk de overgang van het schilder naar het sculpturale gebeurd is in sculpturen met gips. En wat ik eigenlijk hier vandaag de dag terug opnieuw doe. Nu, het schilderen op zich ben ik een paar jaar geleden opnieuw beginnen doen, omdat ik het gevoel had dat ik eigenlijk die omweg die ik gemaakt heb met mijn sculptuur, dat toch wel ergens op een bepaald moment een leerproces was die mij
anders of beter leren kijken heeft naar volumes, ruimtes. En die me ook de mogelijkheid geven om die vandaag eigenlijk te gaan vertalen op een schilderij. Wat dat een paar jaar geleden eigenlijk niet lukte. De verhalen van mijn grootouders zijn niet onbelangrijk binnen mijn werk. Zonder de verhalen van mijn grootouders zou ik eigenlijk dit werk nooit maken. Verhalen zijn gerelateerd tot de Tweede Wereldoorlog, maar waren vooral eigenlijk beschrijvingen van ruimtes, hoe dat mijn grootvader die tijdens de Tweede Wereldoorlog ervaren heeft. Dus hij is krijgsgevangen geweest van de Duitsers. Hij was eigenlijk vooral heel beschrijvend binnen zijn verhalen, dus hoe dat eigenlijk de ruimtes eruit zagen. Dus bijvoorbeeld een ruimte van 2x3, een steen die ontbrak in de muur, die uiteindelijk waar dat licht binnenkwam, die afgetekend werd op de muur. Een ijzeren staaf die uit de muur kwam. Dus als kind kon ik me eigenlijk die ruimtes gaan inbeelden. Maar toen ik eigenlijk een paar jaar geleden eigenlijk naar die Atlantikwal ging, dus die bunkers zag voor de eerste keer, kon ik mij die toe-eigenen, omdat ik ze kende van de verhalen van mijn grootvader. Dan is eigenlijk de bal beginnen te rollen om uiteindelijk mijn werk te gaan creëren. En dat is toch wel voor mij een heel belangrijk gegeven, dus ook historische gebouwen. Net zoals dat een piramide bij de Egyptenaren voor ons interpreteerbaar is. Dus de cultus is verdwenen, de architectuur is niet meer functioneel en uiteindelijk blijft het een architectuur die ons vooral uitnodigt tot interpretatie, maar die eigenlijk bijna een sculptuur wordt. Dus dat is toch wel een element dat ik probeer te hanteren ook binnen mijn werk. Dus vooral een architectuur creëren die onfunctioneel is, maar die eigenlijk eerder functioneert voor de geest.